In feite, ik ben 2 maanden hier aangekomen bij de luchtvaartdienst als waarnemend hoofd. En we zitten natuurlijk met een heleboel uitdagingen, ook met betrekking tot de bewaking. Het is een groot vliegveld, toch nogal, en we hebben heel weinig manschappen. Toen we hebben geconstateerd dat er toch wel een training nodig was voor de medewerkers, heeft in feite de academie van mevrouw Schalkwijk is bereid gevonden om dus een training te verzorgen voor de medewerkers. Dat is gedaan in gedurende 6 dagen. Zijn onze medewerkers getraind. Heeft een toetsing plaatsgevonden en vandaag zijn we hier dus voor de uitreiking. Ik wil van deze plaats uit de academie heel hartelijk bedanken voor in feite het feit dat we de training hebben verzorgd aan onze medewerkers. We hopen dat het niet de eerste keer of de laatste keer zal zijn. Er is heel veel werk aan de winkel. We weten dat er nog veel, behalve training, ook schort aan middelen. Veiligheid is op dit moment heel erg actueel, zoals u zelf weet. En hoewel de eindverantwoordelijkheid met betrekking tot veiligheid bij de overheid is, is de moderne benadering, ook internationaal, dat veiligheid eigenlijk een collectieve verantwoordelijkheid van ons allen is. Dus wanneer de particuliere sector, het particuliere initiatief of andere overheidsdiensten daartoe een steentje bijdragen zoals wij vandaag hier zijn, dan is dat zeer aan te bevelen. Ik mag u verklappen dat het ministerie van Justitie en Politie op dit moment conceptwetgeving in voorbereiding heeft. De conceptwet regulering particuliere beveiligingssector. En een van de speerpunten in de conceptwet is opleiding. En het zal binnenkort, wanneer de wet geïmplementeerd is, zal het zo zijn dat ieder die zich beveiliger wil noemen of als beveiliger wil fungeren in dit land, dat die zal moeten aantonen dat hij opgeleid en gediplomeerd is. Op de tweede plaats, vliegveld Zorg en Hoop. Die benaming is ook achterhaald. Een heleboel mensen weten het niet, maar het is eigenlijk Zorg en Hoop International Airport. Zorg en Hoop International Airport, omdat er dagelijks van hier naar Georgetown, Guyana, internationale vluchten worden uitgevoerd. Van en naar Guyana. Maar als we dat predicaat willen hebben en als we dat predicaat willen voeren, dan moeten we natuurlijk ervoor zorgen dat we ons houden aan de internationale maatstaven en de internationale eisen die er gesteld worden aan een internationale luchthaven.